Ik denk dat ik hem toch maar zo'n mooi plekje ga geven. Ik heb dat allemaal weggestopt eigenlijk. Maar... Goedemorgen allemaal. Deze mooie woensdag. Althans, zo ziet het eruit. Ik ben net beneden. Zonnetje schijnt in ieder geval. Dus ik ga lekker bakje koffie in de tuin doen. Het is weer een heel tof verschil met gisteren. Het is echt... Het is gewoon elke dag een verrassing als je meekomt. Maar ja. Ben je dit eten gegeven? Ik zal even een kussentje pakken. En echt lekker in de tuin. Want ja, het ziet er wel gewoon wel lekker uit. Dus ik wens jullie een hele fijne dag. Ik zie jullie wel vast later. Op wat ik nog meer ga doen vandaag. Ik ga even lekker in de tuin zitten. Zo, helemaal top in de tuin. Maar, tijd om aan die arbeid te gaan. Ik ga de vaatwas even doen. Tweede bakkie zo meteen drinken. Maar eerst hier die zooi. Dus, 3, 2, 1, go. Is dat achter me gek? Netjes geveegd. Nu is het tijd voor bakkie nummer 2. Ga ik de comments beantwoorden en genieten van buiten. Het is zo lekker buiten. Heerlijk. Wat word ik blij van dit weer. Later. Kijk, hè. Mijn voeten. Terwijl ik aan het editen ben. Als die maar bij je kan zijn. Liefie. Zo, lekker gedoucht, aangekleed. Heerlijk productief dagje al. Vaatwas is alweer klaar. Ik ga nu voor de tweede keer met Chester naar buiten. Voor lekker proeven van het weer. Want volgens mij is het nog steeds heerlijk buiten. Ik heb inmiddels mijn setting klaargezet. Als dit licht blijft, dan kan ik zo meteen wat extra video's op gaan nemen. Zin in. Heel de week heb ik al zoiets. Ik moet het doen. En nu is in één keer het licht gewoon goed. En hopen dat zonnetje dadelijk ook even terugkomt. Want dan kan ik het aan de voorkant weer in Joeri's kamer kan ik het opnemen. Kan ik het ook eindelijk doorsturen. Jelle zit al weken te wachten. En ik heb Willem net een WhatsAppje gestuurd of hij al weet dat hij vanavond gaat eten. Want het is woensdag en normaal gesproken eet je woensdag altijd bij zijn ouders. Maar omdat zijn ouders ook altijd oppassen op de jongste van zijn zus, want die wonen bij elkaar in de straat. Nemen die altijd vakantie, gaan ze lekker naar de camping, lekker varen. Op het moment dat zijn zus met vakantie is. Nou, die is weer terug van vakantie. Dus onbekend of die vanavond ook in Den Haag gaat eten. Grote kans van wel. Dus ik heb net een WhatsAppje gestuurd, maar nog niks op teruggehoord. Het bed lekker afgehaald. Lekker schoon bedje vanavond. En een gedeelte van de badkamer schoongemaakt. Nou ja, video staat klaar om op te laden. Die is inmiddels gerenderd. En dan heb ik beelden zitten uitzoeken voor de video die ik voor jullie ga opnemen. Want ik wil daar beelden tussen plaatsen. Want hij heeft me twee vragen gesteld, moet ik antwoord op geven. Nou, dat vind ik wel leuk om daar wat beelden tussen te doen. En nog een video voor mezelf die ik op ga nemen.
Ik wil een nieuwe kanaaltrailer opnemen. Dat ga ik vanavond ook doen. Want die er nu op mijn kanaal staat, die is van september 2016. Nou, inmiddels is de content al denk ik iets veranderd. Is de kwaliteit ook anders. Dus ik wil die ook aan gaan passen. Dus die ga ik ook opnemen. Ja, dat staat allemaal op de planning. Dus op het moment dat Willem zegt ik eet in Den Haag, dan weet ik wat ik ga doen tijdens etenstijd. Want dan staat de zon aan de voorkant. En dan heb ik goed licht, dus dan gaan we daar gelijk mee aan de slag. Maar nu eerst, die daar. Je hebt het al gehoord dat ik met hem naar buiten ga. Dus daar ga ik snel mee lopen. Ik zie jullie straks. En de nieuwe IKEA viel net in de bus. Nou, dat is geen straf om die dadelijk even in de tuin door te gaan zitten neuzen. Dat is altijd zo leuk als je die binnenkrijgt. Nou, Willem nog niet thuis. Zit de comments te beantwoorden. Hoor ik nou wat? Je hond kijkt wel op, maar reageert niet. Staat Sven in één keer voor de deur. Dus nou, kom ons maar even opzij. Even zullen we drinken in de tuin. Moet ik even hier zitten? Je past er niet helemaal op, Chester. Ja, wil je daar zitten? Moet je er ook weer bij? We komen nu op dit weekend alweer hierheen. Nee, dat was maar zes weken toch of zo. Hallo. Hoi. De fiets opstaan. Smoegert. Jill. Zwem weer naar huis. We moeten om 6 uur thuis zijn. Willem is inmiddels naar Den Haag. Even lekker zitten chillen in de tuin. Heerlijk, gezellig dat hij langskwam. Echt. Dan zie je, dan komt hij weer gewoon onverwacht langs. Chester ook helemaal blij. Chester helemaal buiten aan. Die loopt eigen alsof het elk moment kan gaan omweren. Nou, het zonnetje staat nu aan de voorkant erin. Dus ik ga het heel snel mezelf een beetje opknappen. En een paar video's opnemen. Zo, ander shirtje aan. Shirtje nummer 3 vandaag. Ik heb net 3 video's opgenomen. Want het licht is goed. Dus ik denk, daar moet ik gelijk gebruik van maken. Ach. Ik moest wel lachen, want ik kwam wel een hele gave foto van mezelf tegen. Die ga ik eventjes pakken. Ik kon hem niet laten zien, omdat ik wilde hem eigenlijk als achtergrond doen in een van die video's. Maar het gaat gewoon niet, omdat er glanzend spul voor zit. Ik ga hem pakken, ik ga hem aan jullie laten zien. Het is echt een stoere foto. En het was mijn geheugenkaart vol. Maar is het een stoere lijst of is het een stoere lijst? Ik denk dat ik hem toch maar zo'n mooi plekje ga geven. Ik heb dat allemaal weggestopt eigenlijk. Maar het zijn toch eigenlijk te gave foto's om weg te doen. Golden Memories. En daar moest je natuurlijk weken voor trainen om dat met z'n vieren goed te krijgen. Hebben we zo gelachen op het moment dat je dat dan doet. Want die schimmel die hier loopt, dat was een jong beest. En die vond alles eng en doet. En op een gegeven moment in de muziek kon dan in één keer keihard. Zo'n tune, zo'n... En dan was het... Was die weer weg, in volle galop door die hele bak, kon je weer opnieuw beginnen. Ach, we hebben echt gehaald van lachen. Maar helaas, vergane glorie. Maar ik denk, ik zal hem jullie toch even laten zien. Ik vond het jammer dat ik hem niet als achtergrond kon gebruiken. In het moment het schitteren van het plexiglas. Maar ja, ik ben klaar. Ik ben helemaal hyped. Zo leuk om te doen, die extra video's. Die kamer van Joeri is onherkenbaar nu. Maar dat maakt niet uit. Was voor een goed doel. Ik ga nu eens kijken of Scorpster of Bledders inmiddels live is op Twitch. En dan ga ik even in de livestream. Ik heb nog geen honger. En als ik wel honger krijg, dan ga ik gewoon lekker bruin brood maken met tartaartjes. Dus ik zie jullie als ik dat klaar ga maken, denk ik. Nou, geen avondeten gehad. Het is inmiddels 7:15. Willem is nog niet thuis. En ik begin net met Twitch opgestart. Ik zeg net hallo tegen iedereen. En ik hoor ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ik denk, weet je wat? Ik weet al wat ik vanavond ga eten. Erg, hè? Maar, bon appétit. Die houden we als avondeten vanavond. Later. Thank you.
Hey. Zo, hier nog even afsluiting van de vlog. Lekker avondje gehad. Willem was redelijk laat thuis. En ik heb niets meer gegeten na het ijsje. Dus dat was gewoon echt mijn avondeten. Vanavond twee livestreams gekeken. Eentje van Bledders en eentje van Scorp. En ik zit nu nog een beetje YouTube filmpjes te kijken. En een paar vlogjes die ik nog niet had gezien. Net de kussens, wel de lounge kussens vanmiddag toen we weggingen terug in de schuur gelegd. Maar nog niet de kussens die hiervoor hier altijd op die witte stoelen liggen. Dus die heb ik net naar binnen gegooid. En het is buiten gewoon zwoel. Het is heerlijk buiten. Ik ga zo Chester nog even uitlaten. En dan raak ik lekker naar mijn mandje. Willem is net naar boven. Dus ik ga het een einde maken aan deze dag. Dus ik wens jullie allemaal een hele fijne ochtend. Een fijne middag, fijne avond. Have fun, geniet. En tot morgen.